Hallo allemaal, welkom bij TCG & Toys. We gaan weer verder. Ik heb nieuwe dingen. Ik heb Cutie Trotie Poopsie Slime Surprise. Ik heb er heel veel besteld. 25 cuties te verzamelen, 30 plus slime. Dit is drop 3 alweer. Drop 3 jongens. Je kan natuurlijk niet voelen wat er allemaal in zit tegenwoordig. Daarom doen ze dat. Het enige wat je kan doen is gaan wegen. Ik heb het opgeschreven. Hoe zwaar ze zijn. En we gaan deze 4 openmaken. Ik heb geen idee wie er welke die allemaal in zitten. Hier zit een teststrip. Wow. En dan kan je dit allemaal losknippen, zie ik. Dus ik heb geen idee welke er allemaal in zitten. Qua. Kijk. Dit is de checklist. Tutti Cuties. We hebben dus van Antarctica Fruisli. Die komt met 2 soorten slime. Dus die kan zijn dat je in 2 krijgt die groot is. Billy ook. Cedar komt in 1 soort slime. Crisp. Sprinkle. Gooey. Oinks. Whimsy. Wish. Oh, die lijkt me leuk. Bus is ultra rare. Fuzz en Goal is ultra rare. Dan hebben we hier Trixie. Scavender Rudy. Cutie. Hoots. Winkles. Blanca. En Nibbles. Shell. Chew. Jump. Flip. En Glide. En dit zijn de slime. We hebben Charm. Diamond, Putty, Glow in the Dark Slime, Butter, Cloud, Bounce en Slushy. Nou, we hebben hier een hele mooie gouden. Wow, die zit ook echt heel mooi in verpakking. Zie dit even. Kijk dan. We hebben een hele mooie gouden. En ik voel al dat hij wat harder is. Deze gouden heb ik vooraf gewogen. En deze gouden is 160 gram. En nou ben ik benieuwd welke slijm en welke poetie erin zit. En zo kan ik er wegen van is het dubbel, is het niet dubbel. En dan zit het in goud. Kijk, het is een beetje een soort dikke slijm. Oeh. Opslijm. Dat is wel heel erg gaaf. Oh. Er zitten allemaal dingetjes in. Hier ook. Allemaal dingetjes. Dus hier zit opslijm in. Een soort opslijm. Ik moet wel alles eruit halen. Want anders plakt het zo. Kijk dan. Alleen ik vind dit niet zo'n hele. Joh, het plakt. Het plakt. Wat staat er? Is het diamond slime? Het is volgens mij diamond. Ja, het is diamond slime. Nou, dan schrijf ik dat op dat met diamond slime komt. Diamant slime. En dat is 1 soort slime. Even kijken van de slimescategorie. Het is roze en een beetje crunchy. Kan nibbels zijn misschien. Ik vind echt dit niet zo'n heel lekker slijm, mag ik eerlijk zeggen. Het is leuk, maar het is niet echt van tiara's. En het stinkt echt verschrikkelijk. We gaan kijken welke het is. Oeh, we hebben een bietje. Een bijtje. Tiara's, koningin en bij. Wij hebben bus. Oh mijn god, dit is een ultra rare. Dus in de gold komt deze bus met een ultra rare. Een honingsmaak. Dus deze komt hier in de gold. Met bus. Met 160 gram. Dat is wel vet. Dus die komt hierin.
En dat is gelijk een ultra. Hoe vind je dat? Oh, dit is karton. Soms ruim ik het even op, zodat het in de is plastic. Dit is karton, dit is karton. Ik heb hier mooi karton in de doos. Zo. Oh, dus er is wel eentje. Dat schiet al op. We gaan naar de donkerblauw. En donkerblauw is 139 gram. Dus het is wat lichter. Dus ik denk dat het lichte slijm. Cloudslijm is ook vrij licht, hè. En ik weet niet echt welke erin komen in een blauwe. Er kan verschillende in zitten. Want ik heb een paar blauwe hier. Deze kleur. En ik heb deze uitgezocht. Ik pak er gewoon eentje. En dan zie ik wel van... Want die andere zijn ook zwaarder. Volgens mij zijn die andere zwaarder. Dit is wel een kleur. Er zit altijd iets aan de onderkant. Iets. Kan ik helemaal indrukken. Volgens mij is dit cloudslijm wat ik heb. Maar ja, aan de kleur van de buitenkant kan ik niet zien van wat ik zie. Cloudslijm, dat dacht ik al. Die is vrij licht. We hebben geen waterslijm. Dus als je een lichte hebt, is het vrij cloudslijm. En is niet zo heel veel wat erin zit. Soms dan hebben ze net, en zitten net op 100. Dit is 139, hè? Donkerblauw. En zitten sommige 142 erbij. En denk ik van mezelf van, ja, dat kan iets anders zijn. Maar het kan ook dezelfde zijn, omdat er dan gewoon meer in zit. Meer van dit soort spul in zit. En dit is heel mooi spul. Alleen het valt uit elkaar. Oh, kijk. Oh, er zitten ook dingetjes in. Zie je, dan is de cloudslijm. Het lijkt echt op een cloud hier. Op een wolk. Er zitten ook wat dingetjes in. En dat heeft me gesneden, zie ik. Nou, wat hebben we hier? Vorm is lekker een muis. En wij hebben... Wie hebben wij? Wij hebben een... Hier, Cutie hebben wij. Wij hebben Cutie en die komt met Glow in the Dark cloudslijm. Ja, het is Glow in the Dark. Oh, dat komt door die dingetjes die erin zitten, denk ik. Maar Cutie kan ook in een andere soort slijm komen, een andere versie. Dus je hebt blauw met Cutie, maar hij kan ook ergens anders in komen. Donkerblauw cloud met Cutie. Cutie. Dan hebben we nog een grijze en een donkerpaarse. Maar vroeger ging je dat altijd in een andere, die andere cutie toe. Dus ging je altijd in voelen van welke is het. Wel, kan je aan de slijm zien? Nee, ik wil geen waterslijm. En dit soort slijm, ja, je kan er niet meer in voelen. Dus dat vind ik zonde. Maar ook uiteindelijk wel leuk, weet je. Want je kan er gewoon niks mee. Je kan wel op gokken op de... Dan bestel je het ook en dan weet je het thuis af. Maar je gaat er ook niet van... Oké, deze is grijs. Volgens mij van waterslijm. Nee, jelly slijm, denk ik. 179 gram is deze. Het is best wel zwaar. Het kan ook zijn dat de cute tutu zwaar is. Oeh, volgens mij hebben we jelly slime. Klopt dat? Kan dat? Sushi. Kan ook sushi zijn, hè? Hij is heel erg waterig, denk ik. Oeh, kijk dan wat erin zit. Geen wonder dat het allemaal... Boom. Geen wonder dat dit allemaal zwaarder is. Omdat dat allemaal... Eww. Dit is een soort jelly slime. Slushy. Maar dit zit erin. Nou, dat kan je
dat gaat er zo weer uit. Klein doorheen slijm, maar dit valt echt. Charm slijm is dit. Want er zitten helemaal dit soort dingen in. En dat zit in een charm. Ik laat dit er lekker uit. Dit is een charm slijm. Een rode charm slijm. Die kan met chew komen. Chew is ook met charm. Ik zie het aan de... volgens mij is dat de enige met de rode charm slijm. Ja, volgens mij is dat de enige. En dat is chew. Dus chew zit in een grijze. Met een... Ik laat het lekker eruit. De slijm wil ik altijd nooit. Het is altijd zo. Het is een beetje harde slijm. Die ging lijkt die echt heel veel op poetie. Maar als je hem eenmaal maakt. Kijk dan. De schijs 180 gram bijna. 179 komt met charm. Slijm. En ja, daar is die. En dan komt met chew en shark. Dus dat is de enige die je hierin kan krijgen. Charm. En hoe heet die? Chew. Dan komt dit er allemaal doorheen. Geen wonder dat hij dan zo zwaar is. Nou, gaan we de laatste openmaken. Doe ik even buiten de camera, omdat het makkelijker gaat. Voor de camera heb ik altijd plastic af hoor. Ik ga het doen. Zo. En dan heb ik hier donkerpaas. Nou, ik noem het of dat niet lichtpaas. Lichtpaas. Lichtpaas? Nou, ik heb ook donker. Die noem ik lichtpaas. Die is hoeveel gram? 173 gram. Volgens mij is het ook weer een soort jelly slime. Ik hoop niet meer met dingetjes erin, want dat vind ik zonde. Oh, het heeft wel een soort jelly slime. Het is een roze, dit keer. Ik krijg hem nu helemaal eruit. Oh, dit is een soort andere slime. Kijk. Oh, dit is dat. Ja, dit is bounce slime. En dat is ook Glowanda. Een poetie kan ook zijn. Maar ik denk dat dit bounce is. Ja, het is bounce slime. 173 komt roze bounce slime in. Bounce slime, roze bounce slime en roze, puur roze. Het is ook bounce slime is niet Glowanda. Jawel. Cloud slime niet. Blauw zijn is wel koningdag en het is echt roze rood. Het kan hoed zijn, zie ik. Is het hoed? Ja, het is hoed. Dat dacht ik al. Hoed. Hier komt het roze bouncelijn. Klopt. En dit is glow in the dark bounce? Ja, ja, het is glow in the dark. Dus als je dit verlichting uitgooit, dan... gloeit dit. Ik kan het wel even laten zien, want ik heb nou heel veel licht erop. Bounce en dit is hoeds. Ga ik even kijken of ik de verlichting uit kan halen. En de verlichting, de camera loopt, blijft lopen. Wordt niet donker. Dit is een hele goede. Ja joh, kijk dan, het gloeit, zie je dat? Het gloeit ietsjes. Met de verlichting zie je dat heel snel, hè? Maar het gloeit nog niet echt. Op de camera zie je dat. Van hier zie je dat niet zo. Dit niet, dat niet. Beetje. Maar hij moet echt flink in het licht staan. Dat was de... donker. Ja, dit zijn ze. Volgende keer ga ik weer 4 openmaken. Hopelijk heb ik weer 4 nieuwe. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Doei.